7.2 Conceptuele kunst, kunstgeschiedenis van 1950 tot nu. Nou, laten we eerst even naar de leerdoelen kijken. Als je meer video's van mij hebt gezien, dan zie je dat dit er anders uitziet dan voorheen. Even een uitprobeerseltje. Er is het een en ander wat je moet kunnen reproduceren. Dus er staan begrippen in dit in deze paragraaf die je moet kunnen opschrijven als de definitie gegeven is, maar natuurlijk ook vice versa als de definitie gegeven is dat je moet kunnen opschrijven om welk begrip het gaat. Dan moet je deze begrippen natuurlijk ook kunnen herkennen in kunstwerken op het moment dat bijvoorbeeld zo'n begrip gegeven is. Dan kan het ook zijn dat er alleen maar wordt verwezen naar de kapstok van het begrip, bijvoorbeeld kleur, en dat jij daar iets over moet zeggen in het kader van, in dit geval, de conceptuele kunst. Nou, inzicht gaat natuurlijk over, kun je uitleggen welk gevoel een kunstenaar op wil roepen, welke boodschap een kunstenaar eventueel over wil brengen, en waarom die voor bepaalde kenmerken heeft gekozen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de vraag de andere kant op gaat en dat je moet inleven in de beschouwer, de toeschouwer, en moet aan kunnen geven waarom iemand dat werk wel of niet zou kunnen waarderen. Dat zijn een beetje de leerdoelen in het kort. We gaan hier in de les natuurlijk nog verder op in, maar even een kort overzichtje. Hier zie je een werk vanuit de conceptuele kunst. En bij conceptuele kunst is het idee belangrijker dan de schoonheid. Dus het hoeft er niet mooi uit te zien. Het gaat om het idee wat jij als kunstenaar wil aansnijden. Belangrijk voor kunstenaars die werken met conceptuele kunst is dat ze jou, niet alleen jou willen laten nadenken, maar ook zichzelf laten nadenken over de vraag, wat is kunst nu eigenlijk? We hebben natuurlijk een hele geschiedenis aan kunst al bekeken, maar wat doen we nou eigenlijk met z'n allen? Wat doen we nou, wij kunstenaars? Wat is kunst dan eigenlijk? Nou, en hier zie je een urinoir, wat in 1917 is aangeboden op een expo. En het is niks anders dan een urinoir op zijn kant gezet en is een handtekening opgezet. Dat was in 1917. Nou, dat wordt aangeboden voor zo'n tentoonstelling, maar het wordt geweigerd. En iemand bergt het op achter een van de gordijntje. En een van de mensen die verantwoordelijk was of die werkte bij die tentoonstelling was Duchamp, een kunstenaar. Nou, hij wordt een beetje boos over dat ding wordt geweigerd en hij neemt het mee. En dan is er een ander over het Stieglitz, die maakt er nog een foto van en hangt het in zijn galerie. En daarna verdwijnt eigenlijk het hele origineel. Dus dat is 1917. En tot eigenlijk 1935 brengt niemand Duchamp in verband met dat urinoir. Het is ook niet zijn naam die erop staat, het is een pseudoniem van iemand. En dan gaat er toch ergens iets kriebelen, zeg maar. Dus hij wordt ergens genoemd. 18 jaar na het verschijnen van Fountain wijst de schrijver André Breton Duchamp aan als de maker. Terwijl hij dat zelf eigenlijk nooit gezegd heeft. In een artikel in het surrealistische tijdschrift Minotaure, daarin schrijft hij dat. Nou, Duchamp houdt zich stil en bevestigt niet dat dat van hem is, maar ontkent het ook niet. En in de jaren 60, als hij zo'n jaar of 70 is en hij voelt aan dat hij toch rustig richting het einde van zijn leven ingaat, dan gaat hij pas verhalen de wereld inbrengen die moeten aantonen dat hij de maker is van dit kunstwerk. Hij wil eigenlijk de geschiedenis ingaan als een van de founding fathers, dus iemand die aan de voet van een nieuwe stroming stond. In dit geval de moderne kunst, naast grote namen als Picasso, Matisse, Kandinsky en Mondriaan. En hij had eigenlijk niks zelf om te laten zien uit die periode, want hij maakte niet veel kunst meer. Hij had zich toegelegd op schaken. En dus claimde hij het urinoir, omdat het kon. Oké, dus wie nou dat urinoir gemaakt had, of in ieder geval wie nou geclaimd had dat het zijn of haar kunstwerk was, dat was een beetje onduidelijk. Dus Duchamp heeft dat op een gegeven moment, zo in de jaren 60, aangegeven dat het van zijn hand was. Maar er is altijd twijfel over geweest. En in 2002 kwam er een biografie uit van de barones Elsa von Freytag-Loringhoven. En zij maakte in diezelfde tijd, rond 1917,
ook allerlei werken van gevonden objecten. Nou, zij heeft bijvoorbeeld het beeld wat rechts staat gemaakt. Het heeft de hele mooie titel God. De sculptuur heet God. En het is een zwanenhals die heel goed past op het urinoir wat links staat, waar de titel Er mat op staat. En het sluit echt naadloos op elkaar aan, als de helft van een tweelijk. Nou. En omdat het zo op elkaar aansluit, en het rechterwerk echt een werk van die Elsa is, gaat men ervan uit dat zij dat werk gemaakt heeft. Dan is er nog iets. Het is eigenlijk ook haar handschrift op het urinoir. En het is ook een woordgrapje wat zij wel gebruikte. Nou, dat R-mat kan gelezen worden als het Duitse Urmutter of Armut. Een verwijzing naar de armoede waarin Elsa leefde, als wel de armoedige Amerikaanse cultuur waartegen ze zich zo vaak verzetten. En zij heeft een scheldwoord. Een favoriet scheldwoord, wat ik niet in deze presentatie ga opnemen. Dat mag je me vragen in de les. Dan zal ik dat absoluut met jullie delen. Maar ik gooi het lekker niet hier neer. Dus als je nieuwsgierig bent, dan zoek je het zelf maar even op. Eigenlijk is iedereen er wel van overtuigd inmiddels dat Duchamp niets te maken had met de creatie of het inzenden van het urinoir. En het later gewoon claimde als zijn eigen werk. Dus hij steelt het niet alleen, hij berooft het ook van zijn betekenis. Het was echt het eerste grote feministische werk. En Duchamp begroef eigenlijk de reputatie van de echte genie van de vroege 20e eeuw. Wat ook nog eens een vrouwelijke kunstenaar was. Dus daarom staat hij boven de hashtag MeToo. Van een paar jaar geleden was die echt trending overal. Dat vrouwen zich toch niet altijd serieus genomen voelden. En hier is een mooi voorbeeld van waarbij een mannelijke kunstenaar doet alsof een belangrijk kunstwerk, een belangrijke kentering in de kunstwereld, van een man afkomstig is en niet van een vrouw. Als we dan gaan kijken naar de geschiedenis, eventjes kort om het in de historische context te plaatsen. Er is na de Tweede Wereldoorlog de dreiging van de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Dus een oorlog waarin niet mensen elkaar gaan beschieten, maar waarin men dreigt met kernwapens. Eind jaren 60 ontstonden veel protestbewegingen. Dus men protesteerde over van alles en nog wat. En er was een wereldwijde oliecrisis en in Nederland waren veel stakingen en veel werkeloosheid. Ja, het bovenste plaatje geeft aan die oliecrisis. Er is geen benzine, er kan niet gereden worden. En daaronder de afbeelding, die is gemaakt op een autoloze zondag, waarin de Nederlanders niet op zondag met de auto mochten rijden, behalve in cruciale beroepen. Dus als je arts was, mocht je met de auto bijvoorbeeld naar een melding toe. Verder gebruikten mensen die zondag om te rolschaatsen op de snelweg, te fietsen of daar te wandelen. Dan een blik in de kunstgeschiedenis. Nou, er ontstonden verschillende vormen van conceptuele kunst. En eigenlijk in die conceptuele kunst gaat het alle kanten op. We kunnen niet meer echt vastpinnen wat het nou is, maar we kunnen er wel een paar duiden die in die tijd nieuw waren en belangrijk. Excuses, ik ben een klein beetje hoesterig. We gaan bijvoorbeeld kijken naar happenings en performances. Nou, wat is dan een happening? Tegenwoordig zouden we dat een flashmob noemen. Het is een gebeurtenis die heel spontaan lijkt te gebeuren. En toch zijn ze van tevoren bedacht. En ze verstoren een beetje de dagelijkse gang van zaken. Dus je ziet rechtsboven een afbeelding van mensen die op straat spontaan een kussengevecht houden. Hartstikke leuk, ziet er heel spontaan uit. Maar wie gaat er nou met zijn kussen op stap om naar zijn werk te gaan? In principe helemaal niemand. Dus tenzij je dit van tevoren hebt bedacht, gebeurt het niet. Dus het is van tevoren bedacht en het lijkt spontaan. Linksonder zie je een flashmob in het ziekenhuis. In tijden van corona was er een flashmob op het nummer Jerusalemma. Deze is natuurlijk in scène gezet, want het hoort bij een flashmob. En een flashmob is eigenlijk wat een happening vroeger was. Rechts zie je precies dezelfde
dans eigenlijk, de Jerusalemma dans. En dan buiten op straat in Bonn was dit volgens mij. En die Jerusalemma challenge, wat uiteindelijk een challenge werd, wat heel veel mensen gingen doen, daar wil ik eigenlijk nog wel iets over zeggen. Dat nummer is geschreven toen COVID-19 nog niet bestond. En de muzikant zat zoals altijd laat in de avond op zijn computer een beetje te prutsen in zijn studio. En hij had een leuke beat. Een beetje een simpele vierkwartsmaat met wat drumhand geklapt. Nou, dat leer je waarschijnlijk nog wel ergens in de CKV-lessen als je het al niet kent. En hij belde een zangeres of ze eens wilde komen luisteren. Maar het was een beetje koud en guur, maar ze sprong in de auto zonder te aarzelen. En ze komt in de studio en ze hoort zijn beat. En ze luistert een beetje 3 keer. Ze van, nou ja, weet je wat, wat kan ik daar eigenlijk mee? En toen begon ze te zingen in haar moedertaal. En haar moedertaal is Zulu. Dus Jerusalemma, Okayalami is Zulu. En het voelde eigenlijk wel lekker, dat hele nummer. Het gaat over bescherm mij, loop met mij, laat mij hier niet achter. En eigenlijk is het een gospel nummer. Het is een gospel. Het is een oproep aan God om je te beschermen en je de weg te wijzen. En een kerklied met een dance eronder. Nou, een jaar later, ruim een jaar later, is het liedje meer dan 100 miljoen keer afgespeeld op YouTube. En dan komen er pasjes bij. Want er is ook een standaard clip bij. Maar eigenlijk zijn er een paar jongetjes in Angola en die komen in februari met een video. Terwijl ze op straat dansen. En die video ging viral. En die pasjes die die Angolese jongetjes hadden gemaakt, dat was voor iedereen wel te doen. En binnen no time was het een challenge en vloog het de hele wereld over. En de muzikant zegt ook, het is een magisch lied van het ritme tot de melodie. Maar de meeste mensen weten niet eens wat ze zingen. Maar het is wel iets dat je bijblijft. Dus heb je ooit iets gedaan op Jerusalemma, vind je het een lekker nummer. Je zingt of danst mee op een gospelnummer. Iets anders wat we zien in de conceptuele kunst is een performance. En dat lijkt misschien een beetje op een happening, maar het is wel anders. In een performance worden vaak verschillende kunstvormen samengebracht tot een nieuw kunstwerk. Wat overblijft zijn alleen maar de foto's of de video's. Het werk zelf komt niet meer terug, wordt niet meer herhaald. Bovenste afbeelding zie je Marina Abramovic en zij zat in een museum en je kon tegenover haar plaatsnemen. En het was de bedoeling om elkaar alleen maar aan te kijken. Ik heb voor het moment gekozen waarbij haar ex-man Ulay tegenover haar is gaan zitten. En zij elkaar echt alleen maar aankijken. Zoek de video's op, is echt wel de moeite waard om die nog eens terug te zien. Dan daaronder zie je het werk met de titel In Just a Blink of an Eye. Je bent hier in een museumzaal, of tenminste je kijkt naar een museumzaal. Je ziet die mensen staan, die kijken naar de kunstwerken. En die kunstwerken zijn levende mensen. Zij vallen niet. Zij hangen daar. En dat is natuurlijk heel erg gek. Op het moment dat jij daar staat en je realiseert je dat dat geen beelden zijn die daar zo bewegingsloos boven het vlak zweven, maar dat het echt mensen zijn, ga je natuurlijk ook afvragen waarom? Waarom vallen zij niet? Waarom lijkt het alleen maar als ze vallen? Ergens is dat natuurlijk super logisch. Je kan allemaal wel bedenken dat er natuurlijk een metalen constructie onder zit die waanzinnig mooi is weggewerkt. En die kunstenaar of die mensen, dat is niet de kunstenaar, want de kunstenaar is weer iemand anders die dat bedacht heeft. Die mensen die hangen daar dus gewoon. Ze liggen daarop en jij kijkt ernaar en je ziet ze ademhalen. En je ziet hun ogen knipperen, maar ze vallen niet. Wat natuurlijk super maf is. Aan het einde van de dag komen zij er natuurlijk ook weer gewoon vanaf en gaan ze naar huis. En valt er helemaal niks meer te zien. Dus mocht je dan 's avonds in dat museum zijn, dan is er niet eens meer sprake van een kunstwerk. Dus het enige wat er blijft zijn de ervaringen van de mensen en zijn de foto's en de video's die zij daarvan maken. Kijken we hier naar het werk van Andy Warhol. En dan moet je eigenlijk ook bedenken dat zijn atelier heette The Factory. Waar hij niet alleen in werkte, maar waar heel veel mensen samenwerkten om zijn kunstwerken te maken. Kijken we eventjes naar de afbeeldingen. Dan zie je in het midden
schoonmaaksponsjes van het merk Brillo. Andy Warhol heeft die doekjes die iedereen wel kende toen, heeft hij gepakt. En daar is hij mee aan het werk gegaan. Dus dozen gemaakt, geschilderd, opgestapeld. Eigenlijk alles wat uit de massacultuur kwam, dat gebruikte hij super herkenbaar. Het is ook niet echt dat je nou daar heel erg veel verstand van hoeft te hebben, zeg maar. Je kan er naar kijken en je weet wat het is. Maar het komt wel in musea terecht. En uiteindelijk is dat wat ze als stelling nemen. Een voorwerp is dus kunst als het door een kunstenaar gemaakt is. En door instituten als musea als kunst wordt gezien. En je kan je natuurlijk afvragen, is zo'n Brillo doosje wel kunst als het gemaakt is door een kunstenaar? Maar dat is dus iets wat ze ook willen. Ze willen dat je nadenkt over het fenomeen kunst. Dan kijken we eventjes naar Damien Hirst. Hier zie je een van zijn spot paintings. In de les zullen we ook aandacht besteden aan moeder en kind. Dus de koe en het kalf op sterk water van dezelfde kunstenaar. Maar hij maakt dus ook dit soort werk. Spot paintings. Veelkleurige stippen. En die zijn met meetkundige precisie in ellenlange series geplaatst. Ook bij Damien Hirst wordt wel gezegd dat hij zijn werk echt niet allemaal zelf maakt. Nou, sommige mensen zeggen zelfs dat hij zijn werk eigenlijk nooit zelf maakt. En dat hij met zijn assistenten, dat die zo'n beetje het vuile werk voor hem opknappen. Nou moet je je afvragen of kunst maken een vuil werk is, maar dat is zoals men het soms omschrijft. Nou, deze schilderijen, die zouden net zo goed een dekbedhoes van de IKEA kunnen zijn. Maar toch hangt het in een museum. En wat zegt het je dan? Is dit dan wel kunst? Dat kunnen jij en ik toch ook. Maar we zijn geen kunstenaar en we hangen niet in het museum. En dan vind ik hen wel heel erg leuk. Dit is een collectief dat heeft de naam Mischief. Zij hebben een stippen schilderij van Damien Hirst gekocht. En zij hebben alle stippen heel precies uitgesneden. En zij hebben dat gewoon verkocht. Ze hebben betaald voor dat werk $30.000, ietsje meer. Dat is ongeveer €28.000. En ze hebben alle stippen uitgesneden, verpakt en per stuk verkocht. Ze waren echt binnen no time uitverkocht. En elke stip ging weg voor $480. Nou, de waarde van die zeefdruk van Damien Hirst met al zijn stipjes, die wordt zo op zijn minst vervijfvoudigd. Het was dus binnen no time uitverkocht. En eigenlijk doet het misschien een beetje denken aan dat werk van die kunstenaar Banksy, wiens werk gekocht werd op een veiling en wat vervolgens zichzelf vernietigde. En dat was ergens in 2018. Dus een collectief wat het ook niet zo nauw neemt met kunst. Weet je, je hebt een kunstwerk gekocht. Nou ja, je kan er ook weer in snijden, verkoop je het weer. Maak je nog winst ook. Wat ze ook doen, en deze vind ik echt superleuk, dat is hetzelfde collectief, ook weer Mischief. En zij zetten zich echt af tegen kunst als die van Damien Hirst. Want soms, zij noemen het zombie kunstwerk, soms wordt zo'n werk aangekocht, verdwijnt gelijk in de opslag. Dus dat is helemaal nergens te zien. En dan enige tijd later, of jaren later, trekken ze dat uit het magazijn en verkopen ze het echt voor enorm veel geld. Ja, dat is een beetje een trucje wat wel gebruikt wordt. Dus zij zetten zich daar tegen af. Maar wat ze ook doen, ze hebben dit, ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Het gaat hier heel erg over conceptuele kunst. Je hebt schoenen, je hebt Nike's. Iedereen kent de Nike's. En deze hebben de naam Jezus schoenen. Het zijn nagemaakte Nike sneakers, dus ze komen niet vanuit de fabriek van Nike. En er zit water in de zool en dat water komt uit de heilige rivier de Jordaan. En het heet de Mischief X Inri Air Max 97. En daarmee loop je als het ware over water. Nou, ik vind het geniaal. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hou wel van dat soort gekke dingen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Deze kunstenaar, Manzoni, zijn vader had een fabriek. Een fabriek in het maken van blikjes.
En hij zei altijd tegen zijn zoon, ja, weet je wat, jouw werk is shit. Het gaat echt nergens over. Dus heeft hij zijn eigen uitwerpselen ingeblikt. In elk blikje zit 30 gram. En dat werd verkocht. Echt voor gigantisch veel geld. Dus zijn werk is letterlijk shit. Nou ja, zou je dat kopen? Nah. Iemand heeft het ooit opengemaakt. Dat is de rechterfoto die je daar ziet. Alleen maar om tot de conclusie te komen dat er in het blikje zit weer een blikje. En daar zou dan de artist shit in zou moeten zitten. Ja, dat is die, heeft hij dan weer niet opengemaakt. Dus ik ben benieuwd. Misschien kan je ooit je hand erop leggen op zo'n blikje. En wil je het voor me openmaken. Dat zou mooi zijn. Dan gaan we even kijken naar Gilbert en George. Zij staan ook in je boek op, ik weet niet, op bladzijde iets. Zijn ze nou gewoon verdwenen in mijn boek? Nee, op bladzijde 130. Gilbert en George. En eigenlijk moet je hier een beetje weten dat Britten zijn heel erg fan van hun eigen vlag. Ze zijn heel nationalistisch. Ze zijn heel erg trots op hun land, trots op hun vlag. En deze twee kunstenaars, twee Britse kunstenaars, ze wonen en werken in Londen. Hebben pakken van de Britse vlag. En zo maken ze het eigenlijk een beetje belachelijk. En nou is ja, dus natuurlijk een klein beetje de vraag. Vind je dit, wij vinden dit waarschijnlijk prima. Maar vind je dit als Engelsman oké? Of sta je er toch wat sceptisch tegenover? Als we kijken naar de voorstelling van conceptuele kunst. Dan kunnen we daar eigenlijk vrij weinig over zeggen, want het is niet altijd een duidelijk onderwerp dat verbeeld wordt door een kunstenaar. Dus de diversiteit is reuze, zeg maar. Het stelt vragen over de bestaande wereld en over de wereld van de ideeën, dus de wereld van de concepten. En het uiterlijk van het werk is minder belangrijk dan het idee. Dus hoe het eruit ziet, maakt niet zoveel uit als je maar je idee aan de kaak kan stellen. En het is best lastig om die conceptuele kunst te begrijpen. Je begrijpt het zeker niet gelijk. Je moet er als toeschouwer zeker over nadenken. En dan nog weet je soms gewoon niet waar je naar kijkt. Wat wil die kunstenaar nou? Wat wil die jou nou eigenlijk zeggen? Dit is een kunstwerk. Een echte banaan met duct tape op de muur van een galerie geplakt. Door een kunstenaar, Mauricio Catalan. Dat werk moest $120.000 kosten. Dat is toch belachelijk? Wat vind jij daar eigenlijk van? Dit was natuurlijk al opmerkelijk, maar een dag later is de galerie open. Mensen staan het werk te fotograferen, staan er naar te kijken, staan er een beetje om te giechelen. En er komt een man aan en die pulkt die banaan van de muur en eet hem op. En hij vraagt dus, nou, kost dit nou echt $150? Smaakt goed, maar $150.000... is toch een beetje belachelijk. Nou, iedereen filmde hem natuurlijk, want dat was natuurlijk ook wel leuk om te zien, dat een kunstwerk ineens wordt opgegeten. En hij was zelf kunstenaar. Datuna was zelf een kunstenaar en hij noemt het kunstwerk, zijn performance, noemt hij Hungry Artist. Nou, hij is hiervoor niet gestraft. Gelukkig maar, want eigenlijk was zijn werk ook een kunstwerk. Na dat voorval heeft de galeriehouder nog wel weer een reservebanaan op de muur geplakt. Nou ja, en is dat dan nog kunst? Ik ben wel benieuwd wat je daarvan vindt. Mauricio Catalan heeft meer rare dingen gedaan. Hij heeft ook nog wel eens, dat was in 1999, zijn galeriehouder Massimo De Carlo aan de muur getaped. Die man die hing er gewoon een avond aan de muur van zijn eigen kunsthandel. En het werk hiernaast is ook van zijn hand. De paus is getroffen door een meteoriet. Nou, dat viel natuurlijk ook niet bij iedereen in goede aarde. En het maakt natuurlijk wel het gesprek in bepaalde kringen. Je kan je voorstellen dat de katholieke kerk wellicht niet helemaal enthousiast werd van het werk van Mauricio Catalan. En ook als we dus naar de voorstelling kijken, want dat kopje staat er eigenlijk een beetje vormgeving kijken. Ja, dat vliegt ook alle kanten uit. Als het idee maar dient, als het je boodschap maar overbrengt, dan mag je het gebruiken in de conceptuele kunst. Als we nu kijken, in deze tijd, want we hebben natuurlijk nog steeds conceptuele kunstenaars, dan
kunnen we bijvoorbeeld kijken naar Olafur Eliasson. Dit werk heet Ice Watch. Wellicht heb je er al een keer van gehoord, heb je het al wel ergens gezien. Maar Olafur Eliasson heeft 12 blokken ijs uit het Groenlandse, uit Groenland geïmporteerd naar Frankrijk, naar Parijs is dit, waar toen de klimaattop was. En die ijsblokken liggen in de vorm van een cirkel, de vorm van een klok. Het zijn er 12, dus het duidt de 12 uren aan die een klok kent. En het werk smelt heel langzaam. Olafur Eliasson wilde aandacht vragen voor het klimaat. Er was tenslotte de klimaattop. Je kan je alleen afvragen, is dit wel zo'n goede manier om dat te doen? Want die ijsblokken zijn uit Groenland uitgesneden. Ze zijn in een vliegtuig gezet en ze zijn gevlogen naar Parijs. Daar zijn ze neergelegd om vervolgens te smelten, omdat in Parijs de omstandigheden natuurlijk niet super tof zijn voor een groot ijsblok. Ook dit zet je weer aan het denken. Je ziet, de vormgeving is totaal anders dan andere dingen die we gezien hebben. En ook de voorstelling is weer van een andere orde. Als we kijken naar de happenings, dan zien we nu natuurlijk nog steeds heel veel flashmobs. Het linker is een Chileense flashmob waarin aandacht gevraagd wordt over, voor vrouwen. De rechten van de vrouw, die gaan in Chili. Het is een Chileense groep vrouwen die je hier ziet. En zij strijden tegen het seksuele geweld tegen vrouwen. En het feit dat er zo weinig ernstige misdrijven tegen vrouwen opgelost worden. En niet alleen tegen vrouwen, maar ernstige misdrijven in Chili opgelost worden. En dit is een flashmob en daarmee laten ze zien wat zij daarvan vinden. Dat doen ze op een hele ludieke wijze. Dus ze gaan niet lopen rellen, ze hebben muziek, ze zingen, ze bewegen. En ze laten middels hun flashmob, middels hun happening weten wat zij ergens van vinden. Op de rechterafbeelding zie je een koor, een gospelkoor, dat een nummer zingt. Ze zingen Asim Bonanga, we hebben hem niet gezien. Dat is een nummer van de Zuid-Afrikaanse muzikant Johnny Clegg en het is geschreven voor Mandela. Nelson Mandela is 2 dagen voor het zingen van dat nummer door dat gospelkoor overleden en zij zingen een tribute voor Nelson Mandela. Een flashmob in het dagelijks leven, gewoon in de supermarkt. Als je daar toevallig aan het winkelen bent, dan maak je het mee en verder kunnen wij alleen nog maar de video's zien. Of de foto's die ervan zijn. Deze hebben we eigenlijk net al een beetje doorgenomen. David Datuna, hij eet een banaan van $120.000 op 8 december 2019. De hongerige kunstenaar was natuurlijk de hongerige man was een kunstenaar. En hij zegt, ik hou van de kunstwerken van Mauricio Catalan en ben echt dol op deze installatie. Het is erg lekker. En hij heeft hem opgegeten. Dat nog eventjes ter afsluiting van deze hele video. Lopen we nog even de leerdoelen na. Heel erg kort. Je moet de begrippen kennen die van belang zijn voor het beschrijven van conceptuele kunst. Je moet kunnen beschrijven welke kenmerken conceptuele kunstwerken hebben. Wat nu natuurlijk best wel lastig is. Omdat zowel de voorstelling als de vormgeving bijna helemaal vrijgelaten worden. Je moet kunnen uitleggen welk effect kenmerken van conceptuele kunstwerken hebben op de toeschouwer, op degene die daar plotseling mee geconfronteerd wordt. En je moet kunnen beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar voor bepaalde kenmerken heeft gekozen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit een van de moeilijkste stromingen in de kunst om uit te leggen, maar ik hoop dat we er in de dialoog nog verder uit gaan komen. Dat was het dan. Hartelijk dank.